weer een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. Voor de nieuwe mensen, mijn naam is Angela Timisela. Ik neem jullie heel graag mee in mijn wereld van entertainment en lifestyle. Welkom op mijn YouTube kanaal. Voor degenen die me al een tijdje langer volgen, sorry dat ik soms niet op tijd mijn video's upload. Dat komt omdat nog niet eens een maand geleden ik eigenlijk al mijn video's liet editen. Toen heb ik mijn editor gevraagd of ik me wilde leren. En heb ik gewoon alles zelf overgenomen. Alleen soms heb ik even een beetje moeite met het op tijd editen of afmaken. Of er komen er weer dingen tussendoor. Dus ik moet heel eventjes mijn planningen even op orde stellen. En eigenlijk moet dat gewoon vanaf nu goed komen. Dus elke dinsdag en donderdag om 5 uur een nieuwe video. Als dat niet zo is, krijgen jullie gewoon wat van mij. Wat ga ik doen in mijn vlog vandaag? Iets heel spannends, al zeg ik het zelf. Ik ga over van mijn iPhone naar de nieuwe Moto Z. Ik ga zo alles uitpakken. Ik heb allemaal pakketjes en dingetjes gekregen. En dat ga ik samen met jullie uitpakken en tegelijkertijd aan jullie laten zien. Waarom ga ik over van mijn iPhone naar de Moto? Ik mag eigenlijk geen Motorola meer zeggen. Het is namelijk Moto. Sommige van, ik denk de meeste van jullie, de mensen die mij volgen, zijn al wat ouder. En die kennen de Motorola nog wel. Wat zal het zijn, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden? Ik heb ook nog een Motorola gehad. Maar Moto nu dus is mijn een nieuwe klant. Ik ga ze helpen met het promoten van de Moto Z. Hoe? Door middel van demo teams. Onlangs zagen jullie misschien ook wel berichtjes van mij voorbij komen dat ik op zoek was naar jongens en meiden die mijn team wilden versterken. We gaan langs evenementen, winkels, van alles, televisie, van alles en nog wat om de telefoon te promoten. Echt een hele leuke klus. Ik heb vorige week mijn eerste team samengesteld. De klant was super blij mee. Een match vanuit beide kanten, heel erg belangrijk. En als het goed is gaan we volgende week starten. Ik ga steeds meer meiden en jongens nodig hebben. Dus denk je, nou, dat lijkt mij ook wel leuk. Stuur maar dan een mailtje. info@angelatimisela.com. Wie weet zien we elkaar snel. Wel even met cv en een verhaaltje. Niet alleen hoi, ik wil werken. Ik ken je, sommige van jullie ken ik natuurlijk nog niet. Dus laat wel even weten wie je bent, wat je hebt gedaan. Stuur een fotootje erbij, et cetera. Maar, dus, ik ga over van de iPhone naar de Moto Z. Vanaf vandaag. Mijn iPhone ga je niet meer zien. Ik moet Moto ademen, leven. Het is natuurlijk een klant van mij. Ik kan niet met mijn iPhone naar bij de klant. Hoi, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dus ik heb alle tools gekregen die ik nodig heb. Ik ga jullie alles laten zien. Nou, let's go. Hier zit de telefoon in, splinternieuw. En dit zijn de Moto Mods. Ga ik jullie straks alles over vertellen. Ik zou jullie gisteren alles laten zien, want ik was gisteren alles aan het uitpakken en aan het doen. Maar het duurde zo lang het installeren en nummers overzetten. Ja, dan ga ik jullie echt niet, allemaal filmen en aan jullie laten zien, want dat is veel te saai. Maar nu is mijn vriendinnetje Lei er. Hallo. Hoi. En we gaan film kijken. En tegelijkertijd ga ik jullie alle mods laten zien. De leukste is de projector, maar die bewaren we als laatst bij de film. Maar nu gaan we eerst laten zien... De speaker. De speaker van JBL. En dit heette dus de mods. Die kan je op je telefoon plaatsen. En dat gaan we nu even demonstreren. Iets harder? Kijk of het je lukt. Oh, je komt eraf. Ja. Oh, zo snel. Oké, dan. Gaan we naar de camera. De camera. Ja, dat zie je heel goed. Dan moet je nu vroeger met deze, hè? Eigenlijk wel, ja. Alleen ik kan mezelf dat niet zien, dus hij is meer voor foto's maken. Hele goede camera. Hasselblad is echt een heel bekend fotomerk. Fotocameramerk, moet ik zeggen. Waarom kennen wij die niet?
Omdat ze beginnen bij 4000 euro. Daarom kennen wij die niet. Wauw. Nou, de lei wordt er steeds handiger in. Wat was dat? Ik ben nu aan het opnemen. Nee, het is ook heel wat anders. Hij zegt wat anders. Panorama, dat is toch tik 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 tik. Goeie presentatie dit, hè? Gaat goed, dat is zo lijkt. Nee, wacht even. Hij ziet er in ieder geval zo uit. Dit is gewoon een telefoon. Maar er zit dus een camera op. Die kan je er dus zo op klikken. Nee, we moeten het eigenlijk even demonstreren. Doe even. We luisteren. We zijn dus een demonstratie aan het doen, maar het gaat niet zo goed. Wat ga je nu doen? Ja, ik ga wachten. Oh, ja. Wat jij doen? Ik ben er. Ja, kom maar. En is hij scherp? Hij is niet mooi, maar hij moet zo. Ja, niet zo'n mooie foto, maar hij is heel scherp. Dit was zonder, of dit was ook met flits? Dit was zonder flits. Oh, dit zijn Ange billen. Hele mooie, scherpe foto's maakt hij. Het is gewoon echt een camera. Het is echt een camera. Ja. Even kijken hoor. Ja, dus het zijn echt weer twee onderdelen. En dan hebben we... We eindigen met de leukste. Dit is echt gewoon echt te gek. Gewoon, dit vindt Lei helemaal te gek. Ja. Daarom is ze hier vandaag. Ze kon er bijna niet van slapen. Het eerste waar ze aan dacht in de ochtend. Nee, maar even serieus. Dit is echt zo leuk. Dit is echt belachelijk. Oké, wacht. Dit is dus de projector. Even. Die meer erop geklikt. Yes. Dus Lei heeft hem net weer opgeklikt. Zal het nog één keer laten zien. Telefoon. Mot op elkaar en we hebben een projector. Ik zal even een YouTube filmpje aanzetten en het licht uitdoen. Laat ik dat eerst even doen. Komt ie. Dit is echt zo leuk dit. Wauw. Hij kan nog groter, hè? Vet, hè? Je kan hem zo groot doen als je wil, eigenlijk, het beeld. Ik ben hem nu even scherpen. Zie je het goed op hem? Ja, onwijs. Volgens mij, als je dichterbij gaat staan, wordt het beeld groter. Of niet? Als je dichterbij gaat, wordt hij kleiner. Oh, dan wordt hij kleiner. Je kan hem eigenlijk overal neerzetten waar je wil. Of je nou op het plafond wil kijken of op de muren. Heb je het goed op beeld? Ja, dit is echt gek gewoon. Doe nog eens op de grote beeld. Op de grote muur. Hoe groot is die nu? 17 inch. Kan niet. Dit is echt gewoon bioscoop is dit. Dus dat? Kijk, hij ligt nu gewoon hier op de telefoon. Geen enkele andere telefoon kan dit. En dit kan ook alleen bij de Moto dus. Hè? Dus als je geen Moto hebt... Jammer voor jou, kan je ook niet die mods gebruiken. Dus wij gaan afscheid nemen, want wij gaan nu Netflix en chill. Doeg! Leuk, Lei? Sowieso. Dit is echt groot gek, dit zeg maar.
Thuisbioscoop. Dus dat, de Moto Z. Echt een toptelefoon. Ik ben er super blij mee. Echt van iPhone naar Android gegaan is echt een huge stap voor mij. Vond het even heel heftig, maar ja, het moest gewoon. Ja, mijn klant is Moto. Dus ik kan gewoon niet met mijn iPhone bij mijn motoklant aankomen natuurlijk, hè. Dus ja, hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Het ging eigenlijk alleen maar even over mijn telefoon. Ja, ik moest het gewoon even met jullie delen. En ja, wie weet, laat me weten als jij ook een motor wil kopen. Of ik je heb overgehaald met deze leuke telefoon. Toch een beetje marketing nog, hè? Beetje extra. Anyways, tot donderdag. Aanstaande donderdag ben ik er weer om 5 uur. En hopelijk zie ik jou dan. Bedankt voor het kijken. En vergeet je nog niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Doei!